snel naar de tandarts, maar dan komt hij ook naar de nagels. We moeten toch sowieso achter elkaar. Maar eer ik klaar ben zal die er pas zijn. En dan ga ik naar kantoor pakjes maken. Ik weet nog niet voor welke kleur ik ga gaan. Ik ga nog even denken. Ik heb nog 19 minuten in de auto om te denken. Dus ja, yeah, we will see. Dit waren mijn nagels voor. En dit zijn mijn nagels na. Ik ben voor kakkegroen gegaan. Super mooie kleur. Woehoe. Ik ben nu op kantoor. Ik ben rijstkoek aan het eten, want ik heb honger. Ik ga pakjes maken. Celine was nog bij de nagels. Die was net daar aangekomen. Dus ik dacht, dan maak ik al pakjes. Dan zijn we daar al vanaf. Dus, let's do this. Ik ben ondertussen even bij mijn ouders. Want mijn papa belde gisteren. Die zei dat hij risotto had gemaakt. Dat er nog was. Dus, ik denk dat het dit is. Kijk, ik heb al een tijdje niet meer gevlogd. Maar na kantoor heb ik nog thuis gewerkt, gemonteerd en zo. Sam heeft ook thuis gewerkt. Yes. En ik heb ook een klein dutje gedaan, want wij gaan nu vertrekken naar Duitsland. We moeten 4 uur ongeveer rijden. Het is nu 5. Dus we zullen wel laat aankomen. Allee, rond 9 of 10. Hangt er vanaf hoeveel we stoppen. Hoeveel ik die moet doen. Wij gaan dus op weekend naar Duitsland. Oh! Dat gaat al goed. Slag hebben we gezegd. We gaan met ons 2 een weekendje naar Duitsland. Fijn hè? Woehoe! Alleen een weekendje. Kom morgen al terug. Ja, dat is ook een weekend hè? Ja, weekend 2 dagen. Vandaag is de dag al lang hè. Het is 5 uur. Eer we daar aankomen is 10 uur. Ja, 1 nacht. 1 nacht en morgen gaan we naar iets zoeken voor pompoenen of zo. Oké. Ben benieuwd. Dus eigenlijk gaan we gewoon shooten in Duitsland en komen we terug. Ja, daar komt het op neer. Hallo, hallo. We zijn in Duitsland, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. We moeten nog 2 uur rijden. En ik dacht echt in mezelf, misschien is het voor 1 nacht toch een beetje te ver. Maar ja, oké. Ik denk dat we uiteindelijk 5 uur of zo gereden gaan hebben. We zijn nu bij, ik ga proberen te draaien met 1 hand, Burger King. En ik sta echt heel random op het wc. Op het gehandicapte wc dan ook nog wel. Dus laat ons even uit het toilet gaan. Daar is Sam. Ik was aan het filmen op het toilet. Het is echt niet lachen met gehandicapten. Oké? Nu gaat Sam rijden. Want ik ben te moe voor Sam. Ja, nee, niet moe, maar afgeleid je eruit eigenlijk. Dat is niet waar. Dat is zo'n rondkijken waar we de nagels knallen. Dan gaat er zo de weg, zo moet je dan in één keer druk maken. Ik heb ook wel al 2,5 uur gereden, hè. Okay. Ah ja? Wat geven we dan ook toe? Ja, maar dat is, ik ben ook moe, maar ik knabbel altijd op mijn velletjes van mijn nagels, dus dat wil niet zeggen dat ik moe ben, hè. Oké. Just leave it to the master. Oké, kom. Waar is de auto? Ah, hier. Ah ja, VCN, ik wil nog altijd RNV'ken zeggen. Ai, dit is allemaal zo moeilijk. Met 1 hand. Ik ga dat zo proberen te proppen. Hier, een fles water. Kom hier. Oké. Let's go. Let's go. Hoe lang moeten we nog? Nog twee uur. En het is al 9 uur s'avonds. Oké, het zal wel lukken. Ik zei net op het toilet, ik denk toch dat ik misschien iets te voorbarig was. En beter had moeten checken hoe ver het was. Ja, maar dat is typisch eerst. Ah ja, dat ziet er leuk uit. Bam, boeken en dan pas gaan kijken. Ja, waar het is. Ik heb gewoon geboekt en toen zag ik dat het 4 uur rijden was, maar nu vandaag geeft dat ineens aan dat het bijna 5 uur rijden is. Hè? Dus ja, het is niet zo slim. 4,5 uur was het dan. Maar ja, we raken er wel. Hè. En dan gaan we slapen sowieso, en morgen gaan we een paar leuke dingen doen en vertrekken we op tijd terug naar huis. Oké. Dus dat is echt zo gewoon voor één nachtje. We kunnen ook hier blijven slapen in het 18+ hotel. Hier is een hotel 18+. Ja. Of zoiets. Ja, ja? Noemt toch 18+. Er staat 18+ het groot op. Ja, daar is ik gok van wel. Oké, kom. Let's go to the destination. Ludwigsburg. Ja, inderdaad. Ludwigsburg. Hallo. Amai. Het is 20 na 12. We zijn aangekomen, we hebben gedoucht. En Sam is op zijn gsm aan het tokkelen. En ik ben... Op mijn gsm aan het tokkelen? Dat is niet, mijn gsm is daar. Ik ben aan het vloggen. Ik zal snel de camera's laten zien, maar we hebben het wel rommelig gemaakt. Oké, hier komt je binnen. Dan ziet je dit. En we hebben een babybed. Geen idee waarom. We hebben echt geen babybed nodig, maar ja. Voor mij? Ja. Nee. Zeg, ik weet niet. Maar ik snap echt niet waarom wij een babybed op onze kamer hebben. Ik vind het ook, als je geen baby hebt en je komt hier op vakantie, dan moet je daar toch geen babybed zetten. Nee. Want dat verpest de kamer. Allee ja, als we nu een baby hadden, goed en wel hè, maar nu is dat zo, het is best een mooie kamer vind ik en dan heb je daar zo'n babybed. Mm. Maar oké, dus babybed, onze koffers. Hier is het bed. Het is best wel een leuk bed. Het is wel tof met die lamp erboven. Dan hebben we hier een kleerkast, een kluis, het bureau en een bureaustoel daar. Waar we niet aan kunnen zitten, want ja, dat babybed, weet je, als je een baby hebt, kun je niet aan een bureau werken. Zo gaat dat gewoon. En daar is een Sam in zijn natural habitat. Je bent zo uitgelegd door de spotlight. Ja. Ja. En hier is de badkamer. Die is wel overhoop omdat we al gedoucht hadden. Hier is de pompenbak, de douche. En hier is een toilet, dus dat is best wel... Een grote badkamer. Hey. Dus, allee, groot, ja. Voor een hotel toch. En hier is een spiegel ook nog. Om outfitfoto's te maken. Zo. Morgen vroeg of zo. Als ik er wat beter uitzie. Oké, we hebben de baby gevonden. Baby ligt in zijn bedjes al. Hè. En hoe ligt dat? Comfy. Ja? Het ziet er thans niet echt comfy uit. Dat is een beetje klein. Hey! Gaat je duimen? Allee joh, ziet hem liggen zallen. Cute! Oh! Onnozelaar. Hij heeft het zijn eigen comfortabel gemaakt zallen. Oh ja, ik liggen staan. Ja? Ja. Oké, dan heb ik dit hele bed voor mij alleen. Woehoe! Hij slaapt wel hè? Ja, ik slaap wel. Ik ga ook in bed. Oh ja. Slaap wel. Allee. Doei. Lijkt zo dicht. Spot op mijn gezicht. Ja, dat is fel hè. Ja. Ik weet niet of ze dat kunnen uitzien. Oh ja. Oké. Ah, wacht. Ja, got it. Ah, dat is Peterse. Veel beter. Hij is toch terug in bed komen liggen. Ik kon het toch beter, niet verdragen in dat klein bedje. Het was wel schattig. We hadden wel zo'n beeld hoe ons baby eruit kon zien. Ja. Als we een jongetje zouden krijgen of zo ooit. Komt eruit met tattoos dan of zo. Ja, dat zou wel chic zijn. Als uw baby zo al tattoos had, als hij eruit kwam. Echt chic, ja. Oeh, dat is toch cool? Ja, nee, niet als baby. Maar als hij groter is wel. Maar oké, dat allemaal terzijde. Wij gaan slapen. Morgen gaan wij... Hoe noemt dat nu weer waar we zijn? Ludwigsburg. Ja. Ludwigsburg. Verkennen een beetje. En ik heb net ook eens opgezocht. Er is ook zo'n pompoenfestival of markt. Ja. Ik weet het niet. Dus daar gaan we naartoe om foto's te maken. We zullen wel zien. Ja. Ik weet niet, maar morgenavond gaan we alleszins alweer terug naar huis. Yep. Dus het was een beetje een lange rit voor zo kort. Maar... ja, maar het is ook wel leuk. Hè, dus. Ja, in de auto was het ook gezellig. Hè? Het is dat, ja. We maken het toch wel gezellig. Dat is waar. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.